Met maatschappelijke kostenbatenanalyse kunnen we miljarden euro's besparen. Maar dan moeten economen wel de black box openmaken. Dat wil zeggen helder maken voor beleidsmakers wat het inhoudt. Maatschappelijke kostenbatenanalyses zijn een poging om de voor- en nadelen van beleid netjes vergelijkbaar te maken. Je hebt een heleboel effecten als je beleid voert en kosten, positieve effecten, negatieve effecten. En in een kostenbatenanalyse probeer je die in geld uit te drukken en dan te laten zien wat het voor de maatschappij als geheel betekent. Door het in geld uit te drukken kun je het optellen en kun je laten zien of het saldo positief of negatief is. Hoe kun je ze gebruiken? Je kunt ze gebruiken om te kijken of een beleidsvoorstel goed is of slecht. Dat is een soort van scherprechterfunctie. Maar het is beter om meerdere beleidsvoorstellen door te rekenen en dan te kijken of je ze ook kunt optimaliseren. Of je ze als het ware door selectie van beleidsvoorstellen, maar ook door binnen die beleidsvoorstellen aanpassingen te maken, of je de verhouding tussen baten en kosten kunt verbeteren. Zijn er al ervaringen mee? Ja, dus er is veel ervaring mee, met name op het gebied van infrastructuur. Daar gebeurt het al sinds het jaar 2000 bij grote projecten. En ik heb uitgerekend dat mede door kostenbatenanalyses, dat bij grote infrastructuurprojecten, met name door het niet doorgaan van een heleboel projecten, dat daardoor 20 miljard euro is bespaard. Dat is nog veel geld. Dan zou je logischerwijs zeggen, dat gaan ze altijd gebruiken. Dat zou je zeggen, maar je ziet op andere terreinen dan infrastructuur zie je een heel wisselend beeld. Bijvoorbeeld bij dijkverhogingen gebeurt het vrij standaard. Maar op andere terreinen, zoals bijvoorbeeld bij onderwijs, zie je het nauwelijks gebeuren. En als het gebeurt, dan is het vaak niet van hoge kwaliteit. Maar hoe kun je dingen als onderwijs uitrekenen als iets wat zo ontastbaar is? Nou, onderwijs is niet zo ontastbaar. Mensen volgen onderwijs en vervolgens zie je dat ze later meer geld verdienen. En dat weerspiegelt een hogere productiviteit. Daar hebben Nobelprijswinnaars als Becker en bijvoorbeeld ook Mincer hebben daar al in de jaren 50 berekeningen van gemaakt. Dus die kun je gebruiken in kostenbatenanalyses. Wat er sterk is verbeterd met kostenbatenanalyse is dat er vroeger, bijvoorbeeld bij de Betuwe-lijn, werd er zo'n stapel van rapporten gemaakt. En dat ging over allerlei aspecten, over de kosten, over de milieueffecten, over de economische effecten enzovoorts. Een zeer onoverzichtelijk en volumineus geheel. Over de HSL-Oost, toen kostenbatenanalyses waren ingevoerd, is één rapportje verschenen wat zo dun was. Die stap is dus gezet om het in ieder geval in één rapport samen te vatten. Is alles in geld uit te drukken? Wat je ziet in kostenbatenanalyses is dat veel in geld uit te drukken is. Dat we daar ook best wel ver in gaan. Bijvoorbeeld zelfs mensenlevens of extra levensjaren drukken we in geld uit. Maar je ziet ook dat het soms lastig is. En dan zie je in zo'n kostenbatenanalyse een promemorie of PM-post verschijnen. En eigenlijk moet je daar wel iets mee, want ja, dat is slechte beleidsinformatie. En wat je daarmee kunt is toch zoeken naar manieren om het wel in geld uit te drukken. Er zijn veel manieren beschikbaar. Maar waar het niet lukt, moet je in ieder geval andere informatie geven die daarover gaat. Dus bijvoorbeeld, er gaat zoveel hectare natuurgebied van die en die kwaliteit verloren. Maar nu moeten de economen nog de black box openen, zeg je. Wat bedoel je daarmee? Daar bedoel ik mee dat dat ene rapport, dat vol staat met jargon en technische taal. En dat een heleboel dingen daardoor voor politici en ambtenaren moeilijk te begrijpen zijn. Wat er nodig is dat het eenvoudiger wordt uitgelegd, desnoods in Jip en Janneke taal. En dat we niet alleen maar de netto-tante waarde van de uiteindelijke kosten en baten laten zien, maar ook de stappen op weg daar naartoe. Dus bijvoorbeeld hoeveel verkeersdoden zijn er minder, hoeveel tijd is er bespaard op de weg, hoeveel minder doden vallen er door overstromingen. Door dat soort dingen allemaal ook in het kostenbatenrapport op te nemen, kunnen we de black box openen en wel duidelijk maken waar het over gaat.